Veerkracht lijkt wel een toverwoord in deze tijd, zei iemand na mijn laatste webinar. Het leek me een mooi onderwerp, veerkracht, voor deze tip. Want zeker nu de crisis langer duurt, lijken we wel zonder te komen zitten. Zorgen onzekerheid en belasting voor stress en moedeloosheid. Die we maar moeilijk onder controle kunnen krijgen, hoe hard we het ook proberen. En volgens mij zit daar precies deze tip. Want met hard proberen, met wilskracht, krijgen we deze omstandigheden niet veranderd. De grap is je focus te zetten op iets anders. Je te richten op zaken waar je wel invloed op hebt. Te besluiten, hoe verhoud jij je tot deze omstandigheden? Doelen te stellen over iets wat je echt belangrijk vindt. En, superbelangrijk, elke stap die je maakt richting dat doel te vieren. Samen. Want leiderschapsgedrag is besmettelijk. Zo creëer je veerkracht in je bedrijf. Het helpt je om te gaan met stress en je steeds aan te passen in een nieuwe balans tot die omstandigheden. Ik wens het je toe.